Hallo allemaal, we zijn de dag lekker fris en fruitig begonnen in de Wasstraat. Het was een leuk weekend, leuke optredens achter de rug. Dus de auto moest weer even nodig gewassen worden. Deze week weer een normale week, zoals ik zeg. We hebben weer de vakantie achter de rug. We zijn weer lekker terug in Nederland. Kinderen zijn ook weer bijna richting de school vertrokken. Dus het normale leven gaat weer beginnen. Dus ook voor mij heel veel leuke nieuwe dingen. Leuke nieuwe ideeën. Straks natuurlijk nog een kleine verrassing. Want de Q&A wordt weer aangekondigd. Dus jullie kunnen alle vragen weer stellen. We gaan eerst even naar kantoor. Dus volg het allemaal hier in de vlog. De vakantie is achter de rug, jongens. En dat wil niet zeggen dat ik stil heb gezeten, want Fransje heeft flink getraind. Ik ben in Rocky mode, zoals ik zeg, elke ochtend tegen mezelf. Want om 6 uur gaat de wekker en dan begint mijn jogging. Daarna ga ik meestal even douchen. Dat is wel heel belangrijk, want ja, een zwetende Frans zit niemand op te wachten. Maar de afgelopen periode heb ik ook gebruikt om gewoon lekker heel wat leuke ideeën op te doen. En die gaan we vandaag natuurlijk ook spuien. Tijdens de brainstorm sessie. De brainstorm sessie is een dagje waar we gezamenlijk samenkomen en waar we ideetjes gaan maken voor de komende tijd. En ideeën heb ik, want er gaat weer een hele bijzondere tijd aanbreken. Natuurlijk weten jullie al dat ik vanaf januari in de Nederlandse theater sta met Tour de France, een show die ze weer gaan niet zal kennen. Een show waar ik ook flink voor aan het trainen ben, zoals jullie er kunnen zien. En ik moet ook wel zeggen dat het waarschijnlijk ook wel een hele verrassende show zal zijn. Want niet alleen maar liedjes die jullie kennen, liedjes die grote hits zijn geweest, gaan langskomen. Maar ook hele bijzondere liedjes die echt heel wat voor mij betekenen, gaan daar die avond langskomen. Een hele bijzondere, eigentijdse, moderne Frans Bauer show, zoals ik zeg. We hebben de afgelopen tijd natuurlijk gebruikt om te kijken naar nieuwe podia, naar licht, geluid. Alles is al in de stijgers. Maar vandaag dan met name over het nieuwe repertoire. Wat ik wil gaan brengen, maar ook wil laten horen. Dus het wordt een hele spannende dag waar je dan later weer op terugkijkt. En denkt van, hey, weet je nog toen wij tijdens de brainstorm sessie dat en dat hebben bedacht. En ja, dan hopen we maar weer dat jullie straks allemaal weer heel erg verrast zullen zijn. Ik ben er gewoon klaar voor. Ik voel me fris en fruitig. Ik voel me gelukkig. Dus zoals Rocky altijd zei, Eye of the Tiger. Zo voel ik me ook. Dus laat je lekker verrassen de komende tijd. En mocht je nou ideeën hebben over, dat je denkt van, hey Frans, een videoclip. Want ook daar gaan wij vandaag het over hebben. Je hebt nog nooit een videoclip gemaakt, bijvoorbeeld daar en daar, of dat is een leuke locatie, of daar zou je eens moeten kijken. Vul het dan gewoon lekker in, onderin de vlog, er is een balkje, kun je alles intikken. En wie weet is het voor ons ook wel weer een leuk idee om op voor te beduren. Dus niet komen met ideeën van Frans, we gaan je zetten op een olifant en dan zingen een nummer over rode rozen of zo. Nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar mocht je zeggen van, weet je, een enorm mooie plek in Nederland, wat nog nooit iemand heeft gezien. Nou ja, laat het gewoon lekker weten. Nou, wij gaan nu naar kantoor en dan gaan we kijken wat de komende tijd gaat brengen, mensen. Bijna bij kantoor. Dan kan het gaan beginnen. Elke keer is het wel even, zeg maar, een momentje denken van, hey, is toch wel even, hè? Zwaar, want kijk, nee, ik rij niet de McDrive op. Nee, dat doe ik niet. Ik zag jullie denken, je denkt van, hey, die bouwer die gaat de verkeerde kant uit. Nee, we gaan gewoon netjes lekker brainstormen. Even kijken, even aanbellen. Hey, het feest kan beginnen. Fransje is binnen. Open de poorten. Hoppa. Ik ben er, kijk, ik hang er al. Vive la France. En wat dacht je van deze? Gelderdoom in Arnhem, ook zo'n fantastisch moment. Ook de toppers zijn hier natuurlijk heel vaak te vinden. Nou, we gaan vergaderen. Hier is het dan, Rocket.
Verder als dit kan ik jullie helaas niet meenemen, want alles wat nu besproken gaat worden is natuurlijk groot geheim. Dus blijf wel even kijken nog, want ik ben zo terug. We gaan eerst vergaderen en dan heb ik straks nog een hele leuke vraag. Tot zo. Ik zit weer in de auto. Het was een leuke brainstorm sessie. Ongelooflijk leuke ideetjes hebben we gemaakt voor het najaar. Heel wat leuke dingen gaan er langskomen. Hou de vlog goed in de gaten, want op dit kanaal gaat de komende tijd ook heel wat gebeuren. Maar ook op plaatgebied, want we komen binnenkort natuurlijk ook uit met de nieuwe Frans Bauer single. Ik heb het vanochtend al laten horen en iedereen zei van Frans, het is echt weer een Frans Bauer. Was een echte Frans Bauer? Nou, dat is in ieder geval een meezingbaar, meezwaaiend levensliedje. Dus laat je lekker verrassen, zou ik zeggen. Ook heel wat leuke ideeën voor de nieuwe tour hebben we vanochtend gemaakt. Ook dat wordt weer heel verrassend. Maar heb je nou een leuke vraag aan mij, dan kan je deze natuurlijk stellen hieronder in de vlog. Heb je een leuk idee, dan mag je dat natuurlijk ook schrijven. Ik zou zeggen, stel al je vragen en dan ga ik ze de volgende keer allemaal aan jullie beantwoorden. Bedankt voor het kijken naar de vlog. En zoals altijd, tot vlogs allemaal. Doeg!